Ik ben Wouter en ik wil het met u hebben over onze gemeente. Als belangrijkste garnizoenstad speelt Defensie natuurlijk een niet te onderschatte rol voor onze gemeente. Leopoldsburg is intussen het opleidingscentrum van de landcomponent geworden. Defensie onderging in de voorbije 4 jaar de belangrijkste hervorming ooit. Leopoldsburg blijft daarin een belangrijke rol spelen. Een belangrijke rol in de landcomponent, maar ook in de moderne visie op Defensie. Wouter Beeke heeft altijd met recht en reden het belang van Leopoldsburg hierin benadrukt. Er wordt ook opnieuw volop geïnvesteerd in Leopoldsburg. Denk aan de nieuwe mes en de nieuwe logementsblokken. Dit bewijst dat het leger duurzaam verankerd blijft. Daarnaast heeft de hervorming van het leger tot gevolg dat er verschillende militaire domeinen worden afgestoten. Dit geeft opnieuw kansen. Deze moeten we de komende jaren een goede invulling geven. Nu wordt het concreet. Het proces zal worden opgestart samen met de provincie. Dit kan onze gemeente een nieuwe dynamiek geven. Of het nu gaat over het station, het leger of de militaire domeinen, vele beslissingen met belang voor Leopoldsburg worden in Brussel genomen. Wie daar zijn weg kent, kan veel betekenen voor onze gemeente en zijn inwoners. Naast voorzitter is Wouter ook papa. Hij is papa van Ware, Nine en Nette. En ik ben ervan overtuigd dat hij een even goede papa is als dat hij voorzitter is van de partij. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben we beloofd dat we van wonen onze absolute prioriteit zouden maken. En Leopoldsburg zouden uitbouwen tot een woongemeente van meer dan 15.000 inwoners. Die belofte is intussen ingelost. De afgelopen jaren zijn er 400 nieuwe woongelegenheden bijgekomen. 400 andere kavels zitten nog in de pipeline. En we hebben intussen opnieuw plannen om 500 tot 1000 kavels te creëren en op de markt te brengen en zo een aanbod van betaalbare woningen voor gezinnen te kunnen aanbieden. Leopoldsburg is er voor jong en voor oud. We hebben dus niet alleen gewerkt aan nieuwe woningen, maar met het OCMW ook aan de bouw van een nieuw rusthuis. Voor ons telt ieder van u. Dat is pas echt iedereen inbegrepen. Onze gemeente is in goede handen. Onze schuld ligt een stuk lager dan het gemiddelde van Limburg en in Vlaanderen. Een AAA-rating dus. Dat gezond financieel beleid moeten we de komende jaren verder zetten. Met het binnengebied willen we een nieuwe stimulans geven aan ons handelscentrum. Daarnaast denken we ook aan de andere handelaars. 13.000 euro subsidies kunnen mensen krijgen die hun handelspand hier in Leopoldsburg willen renoveren. Op die manier willen we het centrum mooier maken en de leegstand tegengaan. De uitstraling van een gemeente is cruciaal om ondernemers al of niet te laten investeren in een gemeente als Leopoldsburg. Daarom is dat project van gevelrenovatie, zeker voor de lokale middenstand, een zeer cruciaal en zeer belangrijk project. De voorbije 6 jaar heb ik met heel veel overtuiging, keihard en met hart en ziel en veel goesting gewerkt aan de uitbouw van onze gemeente. Als u mij daarvoor het vertrouwen geeft, dan wil ik dat ook in de volgende jaren blijven doen. Zin om mee te rijden, stap gerust in.